Sjors, nog een nuttige oefenpot zo vlak voor het trainingskamp tegen Groningen. Wat vond je ervan vandaag? Ja, van een hele goede stap vooruit gezet. Wedstrijd 2, na 2 weken trainen. En de ploeg maakt goede stappen, dus mooi om te zien. Je zei dat je de nuances vooral op het verdedigende aspect hebt gelegd. Heb je daar positieve dingen in teruggezien? Ja, daar zie je denk ik de grootste stappen in. Het team is heel goed bezig met samen verdedigen. Geeft weinig kansen weg, laat niet meer door zich heen spelen. Is ook agressief, af en toe een beetje vervelend agressief. Tegelijk zijn er nog genoeg verbeterpunten daarin, want het was zeker niet foutloos, maar wel een mooie grote stap vooruit gezet. Ja, natuurlijk, we zijn bezig met een bepaalde tactiek. En ik denk dat het vandaag wel goed uitpakte. Daar ben ik ook blij om. Sowieso blij om weer gewoon te mogen voetballen. Vooral een korte winterstop gehad. Ik denk dat dit op zich wel gewoon een prima resultaat is om verder te kijken. En ook richting trainingskamp en de weken daarna. Ik hoorde dat de nuance voornamelijk ligt op het verdedigen, het samen verdedigen. Is dat zwaar? Ja, tuurlijk is het zwaar. Je moet wel weer even wennen. Hele andere posities. Structuur is anders. Maar ik denk, als je dit een paar weken doet, dan moet het ook gewoon normaal zijn. Ja, dat is ook iets waar hij heel erg op hamert. Als je het maar vaak genoeg blijft doen op de trainingen, dan zie je dat ook terugkomen in de wedstrijden. Ik hoorde dat het jou ook wel zwaar viel, die eerste trainingen. Klopt dat? Ja, zeker. Was wel even aanpoten. Maar ik ben wel blij dat je gewoon op een hoger niveau kan gaan trainen. Word je ook fitter. En ik denk dat het ook belangrijk is voor in de wedstrijden. Want we merkten vaak dat we vaak na 60, 70 minuten al kapot waren in de wedstrijd. En als ik dan nu ga kijken naar wedstrijden, dan weet ik zeker dat we gewoon makkelijk 90 minuten kunnen volhouden met z'n allen. De eerste helft hou je ook de nul. Dat is denk ik ook heel positief. En zelfs op het doellijn aan toe lopen die jongens zich er nog voor te gooien. Hè? Dat is denk ik wat je wil zien. Ja, en ook het aantal mensen. Mensen denken dat het dingen toeval zijn. Maar als je met 7 mannen in 16 staat, heb je meer kans een bal te blokken dan als je er met 3 staat. En natuurlijk moet je dan een beetje mazzel hebben. Hoe ze zich daarvoor die bal gooiden en van de lijn afkoppen. Maar het heeft ook te maken met terugsprinten. Echt jezelf voor de bal willen gooien. Dus ook een mooi voorbeeld inderdaad. En ook aanvallend gingen er heel veel dingen goed. Want je had er vandaag meer dan 1 kunnen maken, hè? Ja, moeten maken. We krijgen een paar hele grote kansen nog. Ook op de counter. Dus als je goed verdedigt, krijg je ook wat counterkansen. Omdat je de bal opeens kan veroveren. En een tegenstander nog open ligt. Dus 1 goal is iets te weinig. Maar aan de andere kant, het aanvallen gaan we vanaf maandag pakken. Dus als we nu al goede dingen in de aanval hebben, is dat eigenlijk alleen maar winst. Je ziet ook, jij was vandaag in de eerste helft dreigend. Een doelpuntje ook direct. En het hadden er nog een paar kunnen zijn, hè? Ja, zeker. Ja, ik pakte ook nog inderdaad de bal af van een centrale verdediger. Ik zag Tom wel lopen. Alleen, ja, ik dacht toch dat die centrale verdediger al bij Tom was. Dus ja, ik dacht van ja, dan ga ik zelf schieten. Helaas buitenkant paal. En nog een kansje. Alleen, ik denk voorafgaand daarom kon denk ik al een penalty worden gegeven. Zelf werd ik ook nog vastgehouden, dus ook al uit balans geraakt. Maar ik had er wel zin in vandaag, ja. Je hebt ook wel het idee dat je hiermee op de goede weg zit, denk ik? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik voel me ook gewoon goed. Ook voor het hele team, denk ik. Ik denk als we zo doorgaan, dan gaan we zeker nog veel punten en nog mooie wedstrijden voetballen.